mensen en welkom terug bij Pokémon White 2. En dit is niet zomaar een aflevering, het is een hele speciale aflevering. Dit is namelijk de laatste aflevering. Waarschijnlijk. Ik weet het, je zal wel eens denken van, maar er is toch nog zoveel te doen na het spel? Ja, dat weet ik, maar daar heb ik geen zin in, want het is in fucking Japans en ik ga geen Japans spel uitspelen. Maar weet je, misschien heb je dat gezien, we gaan verder met Elite 4. We lezen even dit bordje, ook weten niet wat erop staat. We doen gewoon net alsof. Nou, je moet iedereen verslaan, dan ga ik weg en dan kan je naar champion, wat fuck. Ja, ik ben wel fake, we zijn gewoon opgesloten. Ja, achter, fuck dit. Nou, oké, we gaan gewoon beginnen, even kijken, Bloom staat eerst toch? Ja. Het wordt waarschijnlijk wel een langere aflevering, dat zal je waarschijnlijk wel hebben gezien aan de tijd van de video, maar oh god, what the fuck. Oh, motherfucker. Oh shit, dit is echt gewoon... Dit is echt heel erg erop vooruit gegaan, oh shit, holy shit, doe maar... What the fuck, doe normaal. We zijn bang voor boeken. Wow, dat is eng. Ze zeggen, laten we dit doen. Kijk. Let's play this. Yeah. Ik denk dat we gaan het gewoon in één keer doen. Gewoon alle Elite 4. Episch battle muziekje. Buddy versus Shikimi. Ze heet helemaal niet Shikimi. Ik weet niet wat ze heet. Shikimi. Oké, ze heeft een koffer. Koffer. Close enough. Kijk, level 6. Ga gewoon voor Shadow Ball. Kijk of we sneller zijn. We zijn sneller. Hoop dat hij hit. Of dat hij veel doet. Ik denk het wel. Bloem. Ah, kut hoor. Nee. 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 Oh, man. Close up. Je maat. Michael relaxed als eerste Pokémon. Nou, en? Je maat. Zij je moet. Kut, wat doe ik nou? Ah, boer. Ik klikte per ongeluk op stofpaal. Ik ben niet zo slim. Ik weet niet eens wat stafpaal doet, joh. Ik had echt zo'n special defense aan mijn hoofd niet. Ja, kut zo, fuck jou. Oh, dat is gewoon een hele battle strategy verneut. Gelukkig heb ik echt 80... 80 revives, 80 hyper potions en 80 klootzak. Nee. Nee. Je moeder. Nee, koffer, ik ga je doodmaken, echt waar. I don't know who you are. I don't know what you want. But I will find you. And I will kill you. Godverdomme, ik probeerde die in film te quote. Teken. Leuk film, als je nog niet gezien. Oh, shit. Fuck. Hey, Driftblim, die hebben wij ook. Weet je wat we tegen Driftblim doen? We gooien er een Thunder op. Met onze muis slash kat slash elektriciteit base. Yeah. Ik vind Boltig een van de loudste elektrische Pokémon, naast Marie. Nee, en Frozen dan. Thunder. Beter voor je leven dat je... Ja, Electrify ook. Beter voor je leven dat je dood bent in je hoofd. Yeah. Yay. Nou, dat was makkelijk. Go Lurk. Oh, fuck me. Oh nee, wacht. Ik heb een Draco en die heeft Surf. Of goed. Ja, die heeft Surf. Even relax nu. Concentreren. Er is maar één level hoger dan ons, dus... Wat? Ah, fuck. Ja, fuck dit. Ja, fuck me. Hé, hey, 69 nog. Slechter gewoon. Oké. Come on. Ja, nee! Klote man. En nu mag ik Golurk niet meer. Het gaat niet zoals gepland. Kijk, als Bloom eruit gaat, dan is het toch niet dood, of wel? Gaat er dan nu al Burn Elf vanaf? Nee. In de hoop dat we sneller zijn, dat zijn we. Gaan we voor een Shadow Ball, dus die gast dood. En ik weet niet wat we daarna gaan doen. Want ze heeft nu een. Ik weet het, Chandelure volgens mij. Was goed. Ja, dat Bloom. You fought well, my friend. Now go home to your matties. Oh, ze heeft wat gewillen. Maar waarom deed ik Dozer ook alweer? Oh ja, te healen. Nee, Rotterdam, dat is een goed idee. Nou, dat is een goed idee. Nou, dat is een goed idee op vrijdag. Nee, shit, dat gaat alles goed. Want dit is opgenomen op een vrijdag.
En nou zou je wel denken, mijn whole life was erbij. Ik kijk het op zondag, denk ik. Ja, zondag wordt deze geüpload. Nee! Je moeder! Klootzak. Nou, Jordy Next. Het is pas de eerste guy, oké? Okay? Ja, ah, fuck me! Ah, kut zo, misschien is het bijna nog dood. Ja, gelukkig, we hebben heel veel die vibe en potion, hype potion en zo. Beter voor je leven dat je dood bent. Ja. Wow, lekker voor geld. 13.000 Pokémon euro dollars yen, weet ik veel. Of we gaan samen met het groene ding. Oké. Oké, we gaan even naar onze items. We gaan even naar 80 revives. Wat vind je daarvan? 80. Ja, we zijn nu wel een beetje aan de armere kant. Of ja, de skin. Ongeveer van onszelf geschat. Ja. Maar ja, we waren ongeveer miljonairs dus. We hadden ook wel heel erg veel geld. En nu zie je 80 hyper potions. Ik vind het gewoon leuk om een heel getal te hebben. Dus je kan mij gewoon niet 62 hyper potions zo geven. Dat kan niet, dat vind ik niet mooi. Dan heb ik liever 2 minder. Ja. Daar gaat het in. Het moet gewoon mooi staan. We gebruiken echt hyper potions voor 77 shit. Ja, boeien. Ja, want Carpe Diem. En niet YOLO, want YOLO is gewoon Carpe Diem voor dommere mensen. Even kijken, wacht. Zat Lilo vooraan? Toch? Ja, toch? Ja. Misschien moet het... Nee, ja. Onze kijkers zijn niet doen. Nee. Onze kijkers zijn slim. Toch? Jullie zijn slim. Oh, je fucked het slow. Wat? Waarom is alles wat met vuur? Omdat vuur lauw is. Ja, maar kijk, dit is de dark guy. Ja, dit is de dark guy. Oh, god. Dude, doe normaal. Vuur. Stel je voor, je loopt daartussen, hè? Dat is gewoon lauw. Maar we gaan nu Buddy versus Jim. Nee, helemaal uit. Grimsley, volgens mij. Jima. Grimsley. Jima. Grimsley. Ja. Leaphard. Leaphard. Hit. Cut. Even kijken. Pushy. Nee, Pushy fake. Pushy. Homo. Ja, stand fast. Zie je, dat heb ik. Ik weet niet wat het doet. Oh, dan ben ik sneller. Chill. Vandaar. Chill. Dus, Lucario's ability is als hij flincht, dan wordt hij sneller. Hartstikke logisch, toch? En meteen. Dan stress hij gewoon. Dan tript hij hem helemaal, dan wordt hij sneller. Dan pompt de adrenaline in hem en dan, ja. Dan gaat alles mis voor de... Ik zag niet echt zien dat hij spuit, maar gewoon met haar op adrenaline. Maar... Ja, boeien. Even kijken. Lucario heeft level 55 of 56 Cloak Combat geleerd. En die zal hartstikke op hem pas komen, want nu is deze Crocodile dood. Beter. Dit wordt niet zo moeilijk voor mij. Nee. Dit gaat gewoon al veel makkelijker, nu al. Hij komt hier echt als level 57. Scrafty. Ja, boeien. Gewoon Cloak Combat erop. Cloak Combat, dan een andere versie. Klus komt er op zijn hoofd, zou die dood moeten zijn, toch? Zou die dood moeten... Nee! Klootzak! Oh, wacht! Oh, wacht! Nee! Ja, oké, we zijn geen brick, maar we zijn wel steel en dat... Ah! Ja, kutzooi! Fuck jou, Moxie! Klootzooi! Kijk, de bloed gaan gewoon even met de Shadow Ball erop, denk ik. Ja, je bent dik, dat weet ik wel. Oh! Nee! Nu begint het weer opeens. Kijk, nu zijn ze weer echt zo'n klootzak elite 4 gewoon. Goedendag. Ah, kut. Goedendag. Hihi. De status healing, even kijken. 77 revives, dat moet wel lukken, toch? Oh, wacht, kon ook gewoon met bla 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 bacon. Dat weet ik. Crunch. Kut. Kom op Bloem, je kunt overleven, je bent geen hoer, of wel? Ah nee, wacht, je bent een man, laat maar. J.J. Lo. Maar dat klinkt niet zo goed als scheldwoord, J.J. Lo. J.J. Lo. Hoer. Nee, mannelijke hoer. Ja, dat klinkt gewoon beter. Slechte grappen op vrijdag. Ah, nu is mijn pp voor Close Combat wel bijna op.
gelukkig is de gast wel dood, maar... Omdat we nu echt veel nodig gaan hebben. Oh, bijna level. By Char... Oh, dit wordt zo makkelijk, hè? Ja. Hij is steel en dark. Maar ik vind hem wel hartstikke hard ona. Kijk gewoon hoe hij eruit ziet. Gewoon met een... Dood. Hij oont wel heel hard. Maar nu niet zo heel erg hard. Hij heeft gewoon zijn dag niet. Ja, en dat was Grimsley. Zitten al op 2 en ze hebben 10 minuten aan het record. Oh, dat gaat snel. Dat gaat best wel snel. Dat gaat best wel heel erg snel. Ja, flikker op, je bent dood. Flikker. Waarom loop ik niet gewoon op het ding af? Ik ben niet zo heel erg goed met lopen. You don't say. Ik hyperpotie op Lelo. Lelo. Vorm 37 gaat. Hey, maar dat mag niet uit. Kom doen even die vijven, want YOLO. Nee, dit is de kin. Carpe diem. Oké. En voor de mensen die niet weten wat Carpe diem betekent. Oh, ja, pech. Nee, het is Latijn voor pluk de dag. Kijk, weet je, we gaan het even heel anders aanpakken. Ja, kutzooi. Niet zo. Jullie hebben niet gezien wat ik net heb gedaan. Maar je denkt dat we daar niet zijn. Gaan we gaan niet, joh. Doei. Losaas. Zou ik toch met de klok meelopen? Nee. Want dit ziet er even uit. Kijk, geen vuurlijntje. Oh, god. Oeh. Waar de fuck is het gas? Holy shit, dude. The fuck? Oh, shit. Oh, dit is die gast die we toen een keer zagen bij een van de random berg. Oké. Laten we met hem gaan praten. Ik weet niet hoe hij heet. Volgens mij wordt dit te moeilijk, want ik heb eigenlijk alleen maar... hoe heet het? Bloom die fly kan doen en verder niks. Renpoo! Renpoo! Nee, hoe heet hij nou in het echt? Oh, Chuck Norris. Hij was echt een uberlauwe poe. Ja, Aladdin. Kind of. Ik heb een Uber Swag. Ik weet wel hoe die heet, maar ik ben het vergeten. Het zit in mijn collectieve geheugen ofzo. Wat was dat? Ik heb hem een keer gehad bij Nederlands, maar dat ben je ook zo. Ja. Kijk, hij moet nu half dood zijn of gewoon de... Ah, kut. Ah, kut. Beetje. Oh mijn god, Nigel. Slechte grappen op vrijdag. Alweer. Slechte grappen na school. Het is dat we deze video gewoon een interview moeten doen, anders hadden we echt slechte grappen verder. Ach, nee, oké. Phew. Bloem leeft nog. En het is pas eerst Pokémon, jeez. Hoe hard falen wij? Nee, hoe hard valt Bloem? Ja. Bloem is gewoon nog een beetje underleveled. Beetje maar. Konkelder. Laat gewoon een earthquake. Konkelder? Ja, Conkeldurr. Laten we gewoon een Earthquake erop gooien. Dat... Earthquake is altijd goed. Earthquake is mijn favoriete aanval. Gewoon de hele Pokémon wereld. Earthquake. Earthquake oont gewoon het hart. Oh, kut. Hij is fight. En ik ben... Nee, Dracometeor ook. Ja, Dracometeor. Maar dat is zelfs een super speciale aanval die je bijna nooit krijgt. Nee. Fuck. Ja, fuck us. We zijn dood. Ja. Well, that escalated quickly. Wat gaan we nu doen? Weet je, we gaan gewoon even bloed een beetje stallen. Dit wordt denk ik de moeilijkste battle van allemaal. Moeilijker dan de... Nee, moeilijker dan de champion, weet ik niet meer. Want de champion owns best wel redelijk hard. En met best wel redelijk bedoel ik fucking hard. Nee. Boerenzoon. Hoer. Hoer, ja. Wat Nigel zei. Ik ga het niet herhalen. Lelo. Oh kut, waarom doe ik dit? Dit is toch dom. Ik ga geen close combat gebruiken, want ik wil het bewaren voor de champion. Oké, beter voor je leven dat je dood bent. Lekker veel XP's. Mian Xiao die is een type. Dat is 5 voor mij. Die wagen. Zou je denken dat die 5 is? Dit is ook echt niet de 5 en niet de 4 gast. Nee.
Het boeit niet, jij wist niet. Je wist niet. Oh, het is deze. Ja, die slap polioarm vast. Nee. Niet tegen mensen met polio. Jij moet er flyen. Dat heb ik ook gedaan. Dan heet het mij waarschijnlijk eerder. Dat was dus echt gewoon het droogste wat ik ooit heb gezien. In de hele... Dat was de beste 1-op-1 battle ooit. Lekker. Die ik ooit heb meegemaakt. Lekker, man. Dat ook nog gewoon fucking hard. Nee. Sok. Nee. Sok, dat lijkt op fuck. En wij zijn fucked. We zijn namelijk... Zerf jezelf eerst groen en dan praten we verder. Ah, nee, joh. Nee, joh. Je hebt het gedaan, man. Nee. Zomaar. Oké, we hebben zo'n Mattie wel doodgemaakt. Nu krijg je ook damage, hoor. Hoor. Hè? Slet. Dat is wel een voordeel. Slet hem af. Ja, even kijken, Draco. Hoe gaan we het aanpakken? We hebben deze aflevering verpest. We hebben gewoon een tijdje gespeeld. Oh ja, Joost is er niet. Maar die gaat naar jou, toch? Ja, dan maar. Komt hier niet. Kom maar. Even kijken. Ah, kut! Nou gaat ze weer kut! Hij boos met kut hoor, man. Het kut! Zwarte pan. Echt hoor. Sla je moeder dood. Ja, haak zijn linker. Ons dood maakt, hè. Weet je voor... Lekker hoor. Besser voor je leven, dat je dood tot wist. Denk ik. Sorry, ja. Weet je voor je leven dat je dood bent. Dat is gewoon de beste zin ooit. Dat is gewoon mijn Call of Duty zin. Als zo'n camper tegenkomt, weet je wel. Gewoon dat je niks mee te maken meer, ja. Ik faal nog hard met Call of Duty, even dat jullie weten. Ik faal eigenlijk best wel hard met schietspellen gewoon. Gewoon schietspellen in het algemeen. En gewoon leven faal je ook. Niet. Dat valt wel mee. Ja, oké. Okay. Niks is zo erg meer. Als ik. Als ik, ja, goed zeg. Dat kan niet. Boeit niet. Je boeit wel, mij, je bent gymnasiast. Nee, ik heb een dat boeit. Ja, even kijken. We hebben iedereen gereliefd. Dan gaan we even iedereen hyperpotionen. Die zit ook alvast in de derde. En man, die zit al in de derde. Die net. Oh ja, trouwens, Monster Rehab is echt lekker. Oh ja, voor al die mensen die, ik weet niet, die vaak energy drinken, koop Monster Rehab. Het smaakt niet naar energy, maar het smaakt niet naar energy, maar het is gewoon lekker. Kijk, wat komt nu? Het is beter dan cola, anders dan energy. Ja, het is gewoon zo'n soort van drank die gewoon, er zit geen prik in, je kan het gewoon zo vaak drinken als je wil. Even kijken, ik ging iets zoeken. We drinken ik... nog wel een keer echt heel veel, maar het lijkt nee, niet zo mee. Even kijken, Shadow Claw, daarmee. Wat zoek ik? Ook een keer doen als we iets opnemen, gewoon 3 blikken monster er doorheen per aflevering. Ja, zoiets. Aflevering zo. Zoiets, zou kunnen. Als je dat leuk zou vinden, laat het dan achter in de reacties. Hahaha. Ha, ha. Weet je wat, doe maar niet. Nou ja, waarom eigenlijk niet? Kijk, veel reacties toch? Nee, ik denk het niet. Misschien wel. Ja, oké, misschien wel, maar dit is wel de Elite 4 video. Even kijken, wat is dit? Dit wordt denk ik echt de kutste kutste. Glitters! Oh my god, glitters! Oh my god, glitters! Gordon komt eraan! Oh nee, Gordon! Gay Tech, eigenlijk dat hier een roze moeten zijn. Oh, dit ook best wel... Oh, dit is best wel mooi gedaan. Dit is... Oh, dat was echt best wel mooi. Nee, rondje lopen. Weehee. Tihee. Het is Puddy tegen een Katerina. Katerina! Niet Katerina, maar nee, Katerina. Hartjes! Leuko. Ik mag haar. Zij heeft zijn hartjes als... wat is het? Hij heeft als ik haar. Zeg Uberland haar. Ja, wie? Ja, zijn oom gewoon. Ik heb Bolt vooraan gezet, want hij heeft bite. En dat is eigenlijk de enige dark aanval die ik heb. Het is echt een kut aanval, kijk maar. We zijn fucked. Oh, Thunder, want YOLO. Kijk, doe dat. Oh, beter. Wat? Nee, wat?
What the fuck? What the fuck? Gewoon wat. Nee, wat? Ik krijg poep in je bek. Nee, doe relax. Oké, zo erg is het eigenlijk wel. Ik ga poep in de bek. Ik ga poep in de bek van je ma. Ik ga poep in de bek van je pa. En daarna een muntje in je reet dat je dood bent. Nigel, relax. Ik vind het wel een mooi standpunt. Nigel heeft woede, last van woede aanvallen. Ik ben nog steeds wel heel rustig zitten. Ja, oké. Okay. En dat is dus het voordeel van een hele zachte stoel hebben voor Nigel. Nou, lekker voor je. Droom eten. Wat de fuck wil je met droom gaan eten? Wat is op... Dat is zo'n psycho-achtig. Ja, oké, dus het is psychisch, maar dat is. Psychopaat. Ja, dat is gewoon een psychopaat. Dat is een droom eet. What the fuck? Pokémon stimuleert psychopaat, we gaan ze aanklagen. Oh god, reumakleus. Hij is een deur. Aha. Nigel is niet gaan doen. Ik vertrouw Nigel niet in mijn huis. We gebruiken even die lekkere Earthquake op Reuniclus. Die kleine homo is. Oh mijn god. Oh mijn god, we zijn fucked. Nee. Oh mijn god, we be fucked gewoon. Gewoon keihard fucked. Gewoon, er is geen andere manier om te zeggen. Gewoon fuck us. Oh fuck. Oké, even kijken. Draco. Ik heb niks meer dat super effectief is, want Bolt is paralyzing. Ik heb geen zin daarin. Para-hex. Iedereen heeft het paralyzed deze, weet je wel, dat is kut. Wacht even. Psychisch. Dat maakt hem toch niet dood, of wel beter voor je leven. Oké, de reflex is afge... Doe het niet meer. Kapot. We hebben de reflex kapot gemaakt. En Reuniclus hebben we ook kapot gemaakt. Sigalef. Daar moet er gewoon een Thunder op droppen, JVZ. Je weet zelf. Een Sigalef is volgens mij al klein tijd, dat klopt. Als het is. Ah, kut. Nee. Maak ons alsjeblieft niet dood. Vlieg? Goed zo. Thunder raken doden. In it to kill it. Juist! Oh, ze heeft er nog een Gotti-tel. Ik weet niet wat we daar tegen doen. Weet je wat? We zetten een film van YOLO. Wacht. Oh mijn god, daar dood. Oh mijn god, daar dood. Oké, dood is dus random in mijn huis gekomen. Niet gekomen, maar niet letterlijk, nee, niet. God is op Joost. Die Joost is niet lekker. Ga rustig zitten. Niet op iPhone zitten. Sorry mensen, dit is een beetje hectisch wat hier aan het gebeuren is. Joost zit midden in een opnamesessie, dus niet alles verneuk of zo. Nee. What the fuck, Joost? Niet drukken, niet over eenhoorns praten en. Ja, uit je bekken gaan. En geen voeten in mijn neus houden, dan komt alles goed. Ja, we zijn dus serieus bezig, Joost. Wat een fucking aanval heb je? Ah, kut, sorry. Ik heb woede aanvallen. Ja, oké, we zijn hier bezig met de laatste Elite 4. Ik leg ze even uit voor onze kijkers hier. We zitten nu bij de vierde Elite 4. Ah, vier. Mannetje. Vrouwtje. Poppetje. Oh, mag ik? Poppetje. Muis. Oké, ja. Het is een psychische guy. Ja. Psychopaat. Ja. Hij gaat dromen even. Het zijn echt psychopaten. Ja. Waarom ben je maar 55? Ik vind het echt goed. Ja, ik weet niet, is dat je beste? Nee, helemaal niet. Maar anders is het geen uitdaging meer, snap je? Dat is niet leuk. En kijk, ik heb je verslagen. Wat heb je daarop te zeggen? Kijk, glittertjes. Kijk, zag je die glittertjes? Holy shit, oké, wacht. Oké, we moeten even herlen. Want dit is belangrijk. 80 hyperpoos, 80 revives, 80 full wheels. Dat is niet zoveel, toch? Ik bedoel. Heb je ook van die PP-up-dingen? Ik weet niet van Pokémon. Die hebben we niet gebruikt. Nee, die hebben we niet gebruikt. Volgens mij hebben we die ook niet echt nodig. Waar heb je zoveel getraind? Ik train altijd één ding tot level 100. Ja, maar dat is toch niet leuk? Dat is toch... Dan kan je gewoon in één keer sweepen. Maar als die dood is, dan ben je wel fucked.
Ja, inderdaad. Dan heb je nog een paar level 10 pages en zo. Dan heb je nog een paar level 5 en die zet je dan in en dan gebruik je max 3 5 op die andere. Ja, oké, maar anders heb je gewoon level 3 Pidgey of zo. Nee, we hebben vroeger echt nooit te veel Pokémon gespeeld. We praten met het bordel. Holy shit, wat de fuck. Ik kijk onze ogen staan scheel. En we zijn scheel. Lol. Zou dit keer weer zoiets komen dat er weer een soort Uber-ding uit de grond komt zetten? Dan zouden er wel 3 moeten komen. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar als je moet gewoon naar boven lopen, oké? Ja, dat weet ik, maar er komt iets eens aan. Je loopt niet in het midden. Oh nee. Of je wordt hier door zo'n snuif. Omdat ik niet in het midden liep. Ik kan niet in het midden lopen. Er zijn 2 middens. Middens. Daar kan ik altijd echt niet tegen. Wow, dit eunt hurt. Weer een trappen! Dat ding zit helemaal vol met trappen en uiteindelijk staat er 1 mannetje. Oh, staat Draco voor of niet? Ja, oh god. Staat hier zo'n guy die daar opeens met verkracht is. What the fuck, joh, dat is echt waar. Echt kleine kinderen kijken dit misschien. Het is echt psychopathisch. Kijk, maar misschien geeft hij wel koekjes. Holy shit, kijk. En wie is dat? Je weet het misschien, misschien weet je het niet. Dit is Iris. En daar is een bord dat we niet kunnen praten. Oh, dat is die ene hoer. Het is geen hoer, ze is hartstikke aardig. Ze heeft paars haar. Ze praat Chinees. Japans. Koreaans. Japans. Aziatisch. Wacht, dit moet opletten. Holy shit. Ben je tegen Iris? Hey, Iris. Jongens, we lachen niks. Wow! Ze ziet er gay uit. Ja, ze is gewoon hoer met die make-up zo. Oké, die Pokémon zou ik even zien. Joost, zit te hard. Oké, sorry. Joost, wilde ik ook hebben. Joost is echt een beetje raar. Even, misschien heb je het nog niet doorgehad, maar Joost is een beetje apart. Anders. Maar speciaal. His mommy says he's special. Je bent echt slecht en aan mij. Joost doet het op zijn manier zo. Ja, dat. Slaat gewoon je scherm kapot en dan denk je dat je gewonnen. Ik ben pakken met Pokémon, hè. Oh, hoe kom jij die guy? Ugh, Tanna. What the fuck? Dit is probleem! Als er iets met Pokémon stressen, is het waar iemand anders die weer aan mag vallen. Ja. Oh, ja, dat is super effectief op flying Pokémon. Helemaal niet. Hij is dark. Oh, ja, maar hij is ook flying. Kijk, dus helemaal niet. Ik denk maal wel. Ja, maar hij is dark en dragon. En fly is helemaal niet. Dit is nul. Ja, maar uit je bek gewoon. Joost heeft gewoon gelijk. Ik heb gelijk. Geen gelijk, ik heb gewoon gelijk. Ja. Ik wil het gelijk, zelfs als ik geen gelijk heb. Drudy gewoon Earthquake. Ja, dat is best wel leuk, die dacht 78 HP. Nee, goed. Weet je, gewoon... Dit is gewoon mijn laagste Pokémon. Doze. Ja, ik had geen leuke naam. Je mag oh, maar... daar... die guy heb ik zo goed getraind. Dat was mijn favoriete Pokémon in dit spel. Ja, ik vond... Die nee, dat was je Kronkeldeur. Kronkeldeur ook. Oh, Kronkeldeur, ja. Die oh ja, Kronkeldeur, dat was het. Oh, dit vind je wel leuk, bedoel je? Pokémon in één keer neerhalen. Ja. Ik snap het probleem trouwens echt niet. Hij is al een paar seizoenen bezig en wij. Ja, gewoon. Ik sprak met deze jongen. Ja, echt hoor. Kijk, daar is echt. Als ik nodig zou, dan kan je het in 3 dagen of zo doen. Ja, oké. Okay. Nou, gewoon dit. Gewoon Earthquake moet dan weer. Ik hou echt van Earthquake. Dit is echt mijn favoriet. Ja, dat zei ik net ook al. Joost en ik hebben dezelfde mening. Het is ook zo dat als je met meerdere mensen bent, dat je gewoon iedereen doodmaakt. Zelf je eigen guy die doodmaakt. Ja. Ja, als je dan met zo'n, met je rival moet battlen ofzo. Een triple battle. Dat boeit me ook echt niet. Ook als je iets van een Pantera of zo, of gewoon een gras bestart hebt gekozen, die gras heeft vuur. Ah, fuck. En je gooit dan ineens een surf ofzo. Dat is zo grappig. Ja, dan gaat iedereen dood. Oh, ze heeft er nog maar 3, chill. Ja, dat boeit me niet dat ik dood ga. Ik moet even onze eigen... Oh god, we zijn fucked. Nee, waarom doe je dat? Wat heb jij van de Draco? Dragon. Ah, kut, nee, niet Dragon Dance. Als hij nu nog een paar keer Dragon Dance doet, dan is echt... gewoon gelijk. Ja, nee, maar... Wat is een probleem? Wat is je bijna probleem? Wat? Hoe is dat dual chop? Hij raakte me 4 keer.
Twee keer. Nee, hij deed wel tok tok en dan stop en dan tok tok. Die aanvallen horen echt heel erg slecht te zijn, dus jij bent ook niet zo goed. Maar je bent nog steeds goed, jij bent nog bot. Wacht, het haalt niet voor eindelijk uit twee. Even kijken, weet je, we gaan gewoon proberen voor een flint erover te gaan. Nee, nu gewoon je allersterkste. Daar heb je over heat crash. Nee, maar hij. Kut Pokémon! Kut homo-spel. Hold your fucking back, Nigel. Nigel, dit is serious fucking business, oké? Anders is het allemaal voor niks geweest. Inderdaad, dat is de lijn van Pokémon. Ben gewoon helemaal hier gekomen. Ja, maar ga dan ook niet Mongolische aanvallen doen. Die vijf dan iemand anders. Je weet dat je fucking doodgaat. Niet, zoals je doet. Ik ben niet zo slim. Ik heb echt niet handig voor Pokémon, hè? Oké, wacht. Oké, we gaan even Lilo erbij sturen. Gewoon om op te offeren om iemand te reviven. Wie reviven we vandaag? Je kan ook hem en dan fighting op hem gebruiken, want hij is Earthquake. Dat is een dozer, die is Earthquake. Ja, maar hij heeft ook Earthquake. Ja, hij is dus fucking snel. Je kan nu beter iemand reviven, dan ben je echt officieel van. Jij doet niet zeggen. Ja, goeie. Oké, we winnen. Well, that escalated quickly. Wacht, welke aflevering doos heeft hij nog? Oh, kut, ik ging nog wel. Wat? Had dan nou ook een fucking pp? Je hebt het echt. Yo, 3 dag. Heb je nog koekjes? Wat? Nee. What the fuck? Heb je nog chips? Nee. Is op. Je bent te laat gekomen. Ik heb nog 2 zakken. Wacht, we zijn echt dood. Joh. Volgende keer altijd. Waarom mag hij altijd eerst? Omdat hij fucking snel is en hij heeft fucking Dragon Dance gebruikt en hij is fucking onend. Ja, fuck me. Maar waarom moet je weten dat hij sneller is? Dan gebruik je nog even een Hyper Potion op iemand anders. Want nu gaat hij ook dood. Alleen, kijk, nu gebruik ik. Snap je? Loon heeft heel veel HP. Dus we moeten even gewoon iedereen die geven. Ja, fuck ja, it. Ja, om iedereen op te offeren heb je niet echt zin gedaan. Ja, wat moet je nu dan doen? Ja, fuck dit. We zijn fucked. Als hij nou een Earthquake gooit, lijkt me wel lachen. Oké, we gaan nog eens even 10 minuten. Heb je geen Max Revive? Niet meer, volgens mij. Nee, die hebben we niet. Nee. Nou, zijn fuck. Draco of Lilo of Lilo. Uiteindelijk zijn de Azatex op. Uiteindelijk. Als we lang genoeg doorgaan met reviven. Ja, ik bedoel, we hebben genoeg revives. Ik bedoel, we zouden het moeten kopen. Oh, dat is ook wel. Kijk, als we dat nog gewoon de hele tijd blijven doen, dan. Dan hebben we wel echt 2 dood gemaakt in het hoofd. Maar sommige trainers zijn echt zulke handy die dat aan doen. Zoals Ash in die ene hutje in. Vol zilver of zo. Ik heb met Pikachu er zo voor hinten dat ik in 2 klappen druk ben. Ja, dat werkt. Niet alleen Take down. Nee, je hebt de hele tijd. Ja, maar nee, of er een andere echt zo'n Voltackle of zo. Ja, Voltackle. Als hij mist, dan is hij helemaal dood. Ja, inderdaad. Dan krijg je echt 20 miljoen damage. Dat lukt bij de serie. Dat is dat wel. Ja. Kutzooi. Ik probeer de ander te plagen. Even kijken, hij moet toch maar 10 pp hebben voor Earthquake. Hoe de fucking vaak heeft Earthquake dan gebruikt? Nog geen 10 keer. Nou, nee. Oh, fuck you that, joh. Het was maar chips. Ja. Maar chips. Ik heb een tactiek bedacht. We gaan nu gewoon de hele tijd reviven tussen Bloon en Bloon heet in de bed sturen. En dan maak ik Bloon dood en krijg ik damage bij en is dood. Oh, oké, nu krijg je die aftermath en dan. Kijk. Ja, maar dadelijk gebruik je een Hyper Potion. Nou, zover was ik nog niet. Zover was ik nog niet in mijn theorie. Ik geloof dat hij net dood gaat of net niet en dan gebruik je een Hyper Potion omdat het de fucking Elite 4 Champion baas is. Ja. Dat ze gay is. Maar ik zei toch dat ze gay was? Jij wilde maar niet. Ze is gay. Gewoon klaar. Ja joh. Sorry. Bekijk het zo, nog 4 keer. Maar je kan hem nog een keer reviven, iemand. Oké. Okay. Dus we gaan de goede kant op. Of je gebruikt ook. Nee, Bloom is ja een doosje. Gebruik een doosje. We kunnen nu ook gewoon aanval gebruiken. Oh nee, wacht. Nee, hij is sneller. Ja, hij is sneller en je hebt maar half HP. Half HP. Half. Doosje. Nee, en dan, ondertussen als hij zoiets doet, kun je ook anderen, zodat je daar met je. Je wil toch dood? Wat nee? Jawel, je wilt dat die Bloem erin gaat. Dan kun je beter hem zijn fucking Earthquake op laten maken. Zodat hij heeft zoveel Earthquake, is niet leuk. Hij heeft er 10. Ja, hij heeft er nu ongeveer 7 gebruikt. Nou, ja. Lido. Oh, Lido, weet je wel. Dat was
Tot het dat gebeurt. Hij is toch een fucking gut in het raam, maar. Wat? Jullie hebben toch nog je 5 gehad, hè? We hebben er nog 6 toch zo, dus. Nou, die niet wel even mee. Okay, we kunnen nu ook met Lilo aanvallen, gewoon voor close combat. Ik hoop alleen dat hij sneller is. Ah, kut! Ja, ja! Ja, het gaat toch niet heel veel damage? Jawel, hij is half steel. Echt een handy als je een half steel bent. Ja. Net als Ghost, die is ook half steel. Waarom leg je me dan in? Omdat het mijn enige levende Pokémon is. Even kijken. Dit is op zich best wel zwak. Oh, DJ's fiets! Dat flip. Oh, laten we dat op deze op. Oh, mijn god. Oh, kan niet als hij heeft hier namelijk fucking 1. Hij cheat gewoon. Het kan niet anders. 1 is een zij. 2. 2. Het is door het spel gemaakt, dus als we een cheater maken, dan ben je echt wel fucked. Ja. Hallo. Ah, fuck. Ik weet niet of dit wel leuk is om naar te kijken. Je hebt gewoon pech, dan skippen ze maar. Ja, echt. Nee, niet skippen. Dit is grappig. Ja, nee, je kan ook gewoon ergens een tijd zetten of zo dat dit afgelopen is. Nee, Pokémon, lekker pushy. Yeah. Een portaal voor je. Lekker putje. 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 Ja, maar partij. Er is een hond boven. Nee. Laat mij nou met rust. Anders word ik net als kijk. Het is echt een circus weer. Oh mijn god, laat mij met rust, kom op. Ik denk dat jij zo lang in zit ernaar, Jill. Hoe kan hij zoveel earthquakes hebben? Hij heeft hierna geen één meer. Ik kan er gewoon niet tegen dat hij zoveel earthquakes heeft. Hij moet gewoon leren tellen. Nee. Nigel is de hond naar beneden aan het escorteren. Met een beetje kracht. Ga gewoon tussen Draco en Blue. Maar ik weet niet welke Pokémon ze hierna nog heeft. Oh, ben je zo van die overbouwde dingen? Echt best wel level 80 of zo. Maar je kan. Als we dadelijk weer een hard. Ik zo uit huilen. Dude! Ja, sorry. Ik zet mijn gitaar om. Jij is weer oppas, hè? Je zit leren meer. Godverdomme. Wat? Je zit op mijn stoel. Ja, ik denk. Goed observatie vermogen. Wat een goede observatie. Fuck! Dood leugenaar! Ja, oké, okay, misschien hierna nog één. Oh, nu is hij echt helemaal weg. Want ze hebben gewoon 3 miljoen paperups gedaan. Of we hebben gewoon 3 keer earthquake of zo. Oh, als je in zijn attack kijkt, heb je gewoon 3 keer earthquake. Ja, fuck dat! Oké, okay. Nee, je kan het niet. Ik doe het normaal. Een fucking lightsaber, oké? Okay? Ja, ik heb een lightsaber. Yes! 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 Hoe heb je normaal gezegd? Hij is dood! Ben ik ook, kom even. Hij is dood! Natuurlijk. Hij is dood! Ah, fuck. Oh, hier moet je een close combat op gebruiken. Ja, die heb ik. Mau! Oh, ja. Gewoon een bos. Is dat fly? Oh ja. What the fuck, nee, schiet je uit. Jongens, laat mijn lights even met rust, oké? Ineens hebben we hem. Joost, je bent geen Obi-Wan Kenobi. Nee, je bent gewoon Andy. Oh mijn neukende god. Fuck off. Wie is hoer, nee. Zijn we dood? Nee. Nee, we hebben nog gebold. Ik heb hem net gerevived. Maar ik denk dat we nu gewoon even dozen die 5 nog. Joost, wat de fuck ben je aan het doen? Voor de mensen thuis. Joost is zichzelf aan het aftrekken met mijn lightsaber. Of nee, hij is mijn lightsaber aan het aftrekken en hij doet alsof het een piemeltje is. Piemeltje, die is fucking een beetje rand, man. Lol. Mijn piemel, ja inderdaad. Nee, Joost. Oh mijn god! Dat ben je toch bijna zo? Ja! Joost, pas op, ik moet nog kunnen phonen, oké? Okay? Oh, we zijn nu al gewoon al 40 minuten aan het opnemen. Deze aflevering duurt gewoon 40 minuten zonder. Wacht, wat? Ik ben echt dom. Ik ging bijna attacken, gewoon, hè? Gewoon bijna waren we dood. Je schiet echt. Oké, kom op, dit moet even overleven, toch? Ja, okay. Fucking, nu moet je nog meer gaan reviven. De hele tijd door gaan reviven. Ik ga eerst even. Nee, ja, bot. Nee, nee. Dozer, dan kan hij. Dan krijgt hij. Dan kan hij weer hits. Dood. Joost, zit even een spontane. Klaar, kom achter of zo, denk ik. Hij is heel moe. Heeft hij geen manier? Oh ja, hij heeft natuurlijk allemaal van die andere aanvallen. Ik denk fly alleen nog. Nee, waarom ga ik naar full heels? Ik ben dom. Wow, we hebben nog.
gezondheid. We hebben gewoon al 30 revives gebruikt. Dat is best wel veel. Er zit een lamp in. Ik weet. Oh wacht, er zit een licht samen. Dat is ook moeilijk, net als je critical hits, hè? Kijk, wat alleen ze doen? Dan zijn ze wel. Ja, oké. Dan zijn ze gewoon dit. Kut, ze heeft nog een lepper, zie maar. Ze heeft nog gewoon een lep. Ja, oké, bot moet een lepper. Ja, fucking bot. Ja, oké. Je hebt ook een embor. Ja, maar ze is... je bulldozer is dood, hè? Ah, ja. Ja, we kunnen ook gewoon met Lilo. Oh nee, niet Bloem. Ja, met Bloem. Doe gewoon Bloem, dan krijg je echt een mens. Oh ja. Ja, en dan en met Bloem geef je dan een hyper potion aan je aan bot. En dan bot wel heel even kan overleven. Ja, maar dan kan hij denk ik ook nog gewoon een hit krijgen. Dat is toch een rock flyer? Ja, maar Rock. Hij krijgt nog steeds dingen. Ik heb het gecheckt voordat we aan deze battle waren begonnen. Nee. Ik doe mijn research. Cerebi.com. CDB is gewoon mijn. Dan kreeg je Aftermath. Vieze flaker. Nou, wel oké. Je moeder. Come on. Ja! Yes! Come on! Yes! 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 Oh mijn god, dit is echt gewoon totaal chaos. Als er niet zo'n Pokémon van level 100 en dan zo. Doe je aanval. Fuck you, that's right. En dan zo. Nee, wacht, ik ben niet doet dit in de man. Jongens, kruur dat ze weg. Oké, dit is het moment van de waarheid. Kom aan. Waarheid. Je wilde al door je kamer gaan rennen, al was er niet echt veel ruimte om te rennen. Er is niet zo heel veel ruimte door jullie. Ja! Maar wat de fuck is CE? Ja, ik hoop het. Wacht even, let op. Tok! 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 Er is alleen maar een half fame, hè? Hoi! Oh, dat staat voor die vier. Voor die vier. Elite 4. Dit is de Ghost Guy. Dit is de Fighting Guy. Dit is de Dark Guy. En dit is de Psychic Guy. Ja. Nu mag je opvliegen. I did own best hard. Nee, het is echt fucking falend, hè? En het is voor Pokémon, hè? Nee, ik vond het vorige wel leuk dat er een beetje random kasteel op de grond kwam. Ja, oké, okay, ja, deel 1, maar nu voor deze, zeg maar. Dat zijn ze later en dan komt die professor. Ja, maar dat is in iedere Pokémon. Deze niet. Huh? Kom op. De professor is ons gewoon vergeten. Fucking hoer. Om ik vind dat dus gewoon alles wat af te man doen. Ja, oké, okay, misschien als ik dadelijk weer met zo'n shotgun. Kom, we gaan naar een beetje epische teamfoto. Krijgen jullie hier niet. Ja, tuurlijk ook. Ik heb altijd zo'n gay team foto. Oké, wacht, we moeten even. Dit is belangrijk. Ja. Ons team waarmee wij als pussies. Dit is Draco met. Oh, wacht. Je ziet het helemaal niet. Lol, fuck jullie. Lilou, onze Lucario vlak 58. Driftblim, die ons fucking hard heeft geholpen. Bloen. Onze Bacon van level 56. Onze Emboar. Met vuur. Exodrill. Onze Exodrill van level 54. Bolt, onze fucking Jolteon van level 56. Join? En dat was het. Ik! Puddy! 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 Hebben we er maar... Oh nee, ik wil zeggen een half uur, grapje. 30 uur over gedaan om het hele spel te beëindigen. Echt? Ja. Nee, ja. Dat is echt wel een stuk beter einde verwacht. Dit is een sleutel. Check dit. Oh, volgens mij is het challenge mode. Ja. Want dat is nieuw in Black and White. Black and White 2, daar heb je challenge mode. Dus dan is het gewoon als 10 zo moeilijk. Gewoon dat eigenlijk. Gewoon 7 voor het eerst eigenlijk, denk ik. Kom, mag een challenge mode doen? Ja, dag, weer gek. Dit is de laatste aflevering, Joost. Ja, nou en? Ik wil die. Ik wil even zeggen, dit is de allerlaatste aflevering van deze hele serie. Snotter de snotter. Vuurwerk! Vuurwerk. Oké, dat is dan wel weer. Kijk, dit is ik hoop dat er nu nog iets uitkomt. Alsjeblieft. Professor McJunkin.
Waarom heb je bij de shotgun? Hou het voor je mond, dit is serieus. Zij komt ineens met de shotgun. Ik knal je even op de. Oh, alle verlies. Oh, stop met jou. Als je nu met z'n vieren gaan battelen. Gangbang! Als je nu allemaal tegelijk gaan battelen. Gewoon met z'n allen. Gewoon kwad gaan battelen, voel je echt gefluist. Bitch, please. Quintet. Laat er nog iets cools komen. Ik denk er niet. Nu komen gewoon de credits, oké? Komt ineens al die shit. Komt ineens heel team Plasma aangevlogen. Plasma heel wat gebouwd. Wat is nou het epic verhaal uit deze? Ja, Team Plasma heeft een ijsschip en die wilde de hele regio bevriezen, maar dat mag helemaal niet, want het zijn gemeen. En toen, ja, dit. En toen ging ineens van de vier maar verslaan. Ja. Nu zijn wij de officiële champions. We gaan even naar de credits kijken van Rinchung Chinchung. Chichihua. Chichihua. Ja, echt een mooie uitspraak. Mooi. En mooie foto's. Alles is grijs behalve mij. Fakers. Jee. Ja, dat is gewoon het einde van de eerste let's play van heel Mr. Pudding Games HD. Ja. Snotter. Huilen. Wat de fuck, joh? Dit is echt wel een mooi afsluiting. Dit is een serieus moment. Oké? Okay? Kom, mooie credits komen voorbij. Badges! Streepjes, badge en bolletjes, badge. Ja, dat zien ze niet, Nigel. Dat moet je niet zeggen. Nee, we zeggen dat ze dat samen. Kom, we gaan opnieuw spelen. Nee. Wat nee. Ik wil ook iets voor je. Nee, wacht dan tot die in het Engels is. En dan. Duur nog een paar weken tot twee weken. Kijk, ja. Ja, zoiets. Ik ben blij dat vandaag uitgekomen in Duitsland, Frankrijk en Engeland en Amerika. Oké. Duitsland! Jee, Duitsland. Maar ja, dit is gewoon het einde van onze eerste hele let's play. Fuck, waarom wordt die bulldozer ingekleurd? Nou, oké, maar. Hij heeft die bulldozer! Godverdomme, dit is serieus! Oké, ik probeer iets te vertellen aan onze kijkers. Hij probeert iets te vertellen aan de bulldozer. Nee, kijk, joh. Hij is actie. Ja, die ook al. Wat nou, houd je bek nou eens even. Nou, kijk. Dat is die vliegtuig in die gym. Dat is die vliegtuig. Dat is een vliegtuig. Please! Duurgevaarlijk, hè? Oké, nou, maar kijk. Dit is het einde van de eerste let's play. Nee, geen probleem. Nou, denk je. Is het helemaal afgelopen met het hele kanaal? Nee. Dat is het niet. Waar de fuck afgelopen met Carlos' leven? Ja. Nee hoor, mensen. Nee, maar daar zijn we. Wie was die ene guy? Ja, nee, maar nou, Joost, ik hoef er iets te zeggen. Oké, okay, kijk. Ja, mooie gay homo gast met filmcamera en zo. Maar in ieder geval, de volgende let's play die komt eraan. Ik heb al aardig wat voor opgenomen. Ik ga niet vertellen wat het is. Zal ik zeggen dat het een Mario game is? Nee. Oké, okay, het is geen Mario game, vergeet het. Nee, oké, okay, het is wel Mario game. Is het Mario Kart? Nee. Oké. Okay. Nee, joh, gekkie. Kom je daar nou mee? Nee, man. Denk je dat we dik zijn of zo? Denk je echt dat Mario Kart gaan spelen of zo? Ja, inderdaad, wat de fuck Mario Kart aan een playthrough gaan maken? Ja, echt hoor. Hoe je de baby Mario en de fucking Mario Kart niet houden of zo? Ja, echt hoor. Ik wil niet vervelend doen of zo, maar waarom zouden we dat doen? Nou, mensen, ik heb jullie geloof een tip gegeven. Godverdomme, wat is dat? Het zijn mijn. Oh, die owners! Och! Oké, dat is wel lauw. Is dat ook gebeurd in de serie? Of is het gewoon omdat je thuis komt? Het is gewoon als je thuis komt, denk ik. Maar dit is echt serieus de eerste auto die ik zie in heel het spel. Nee hoor, ik heb wel meer gezien. Ja, oké, een bulldozer. Nou, eigenlijk heb ik niet meer geroppen. Fuck. Ja, dat is de tweede gym. En dit is jouw gothic? Godverdomme. Nee, het zijn punks. Oh ja, hier. Is dat punk? Wat de. Nee, het zijn punks! Punk, ja. Dus hier zijn er ook drie extra dorpjes bij gekomen. Ja. Zijn die leuk? Ja, zijn wel grappig. Maar zijn die oude drie dorpjes er ook nog? Welke oude drie dorpjes? Nee, je begint maar ergens op een random eiland en dan ga je met de boot naar Xenia City en daar is dan de derde jongen dan blijft. Maar in ieder geval, holy shit, owners! En? Ik denk nog steeds dat het een wijf is, maar... Ik denk een wijf. Bij mijn pet. Ja. Dit ziet er gewoon uit als een wijf. Het is een wijf en ze heet Nico. Nicky. Mag ook. Nee, dat is gewoon het einde van deze let's play. Nou, ik heb het een paar keer gezegd, maar iemand... Kom, we lullen het gewoon vol tot 50 minuten. Dit bedoel ik. Iemand onderbreekt mij de hele tijd. Echt een muis, je bent echt een artiest. Ja, dat klopt, maar... Oké. Voetbal? Nee. Tegen Carlo. Wat van? VVOR? Oh, we zullen geen voetbalvereniging. Jawel. Ja, voetbalvereniging Oost-Rotterdam, jongen, je weet zelf. Oh, VVOR, vind je vijfde onderbroeken raken. Ja! Daarom ben ik er ook vanaf gegaan. Oh shit, we lopen! Is dat je begindorp? Ja, daar begin je. De eerste keer dat er meer dan 3 jaar daar... staan. Ja, ik weet het, maar er is daar ook een gym, hè? Ah, dat is je moeder. Die gaat je verkrachten. Je moeder! Of is dat je moeder? Ja, mama! Is dat je moeder niet?
Jawel, het is wel een boerderij. Dit is echt het mooiste huis in Nature. We hebben gewoon een boerderij, jongen. Ga maar in je bed liggen. Gewoon weed farm. Doel. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze. Nou, dit vind ik wel een schitterend. Blijf nog even 10 seconden vol willen. Nee, want er komt ook nog een intro bij, dus we zijn over die 50 seconden. Ja, 50 minuten! Ja, oh, oké. Okay. Daar staat er waarschijnlijk einde. Of fin, of iets dat daar blijkt. Volgens mij staat gewoon iets in het Chinees. Oh shit, what the fuck? Dit is het begin. Hij start gewoon weer opnieuw op. Dus ja, maar oké. Okay. Ik wil even wachten, ja, sluit me af. Die mensen nee. Mogen wel weg, hoor. Nee, Joost, houd je bek nou eens even, Joost. Ik moet nog even serieus. Nee, voor jou. Moet even de laatste serieus. Nee, joh, als je ja, oké, in ieder geval de laatste seconde serieus praten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze let's play. Ik weet nog niet welke. Ik weet nog welke de volgende let's play is. Dat is namelijk iets wat ik niet ga zeggen. Ik weet nog niet wat de let's play daarna wordt. Dus misschien als je suggesties hebt, laat me achter in de comments. Dat vind ik. Dat zou ik leuk vinden. Dat zou ik zeer waarderen, zeer waarderen, zeer waarderen. En ook een like. Een like is altijd leuk. Like sowieso. Gewoon een groen duimpje. Groen duimpje, want groen is mooier dan rood. Stuur foto's van pudding haar. Wat? Ja, puddinghaar. Ananas. Ananas haar. Je mag ook pudding in je haar smeren. Dat kan ook. Dat is niet een goed idee. Nou, intro filmpje. Ja, dit is gewoon het uberblauw intro. Ik ben dat nieuwe. Dit doet me denken aan de eerste. Nee, kut, zijn echt oudere legendarische, hè? Dat weet je. Even kijken. Ja, ik weet niet wat we nu nog kunnen doen. Aangezien het wel in Japan is, maar. Nou, wat is de epic Pokémon die je hier krijgt? Ja, Wild Kyurem. Dat is aflevering 27 volgens mij. Gaan we verder. Oké, in ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken naar deze let's play. Het was een leuke let's play om te doen. Laat vooral de reacties achter welke spel je nog wil dat we gaan let's playen, maar dan zie ik jullie wel weer bij de volgende let's play gewoon. Ja. Nou, doei! Later! Joost zegt dag tegen de kijkers. Nou, dat was Joost. Doei!